Een hele goede middag op deze woensdag. Het is vandaag 6 december. Leuk dat je kijkt naar een nieuwe weekvlog. Ik ben klaargemaakt. Ik heb deze trui aan van de Lidl. Het is eigenlijk een jurktrui. Ik zal even naar de spiegel lopen. Dan kun je het even een beetje zien. Hij valt bij mij niet echt als een jurk. Wat op zich heel logisch is. Zo, kijk. Ja, zo valt hij wel als een jurk, maar als ik dingen ga doen, dan kruipt hij wel op. Maar hij zit echt wel super lekker warm en hij zit gewoon heel erg lekker. Ik heb een maatje S en dan zie je dat het hier allemaal wel wat ruim valt. Maar eigenlijk ben ik te lang voor S, maar ik ben er wel heel blij mee. Dus die heb ik lekker aangetrokken. Nou, ik heb gisteravond een beetje een soort van pakjesavond gehad. Ik had wat cadeautjes gekregen van mijn moeder en Nathalie. En we hadden afgesproken om dat toch samen uit te pakken. Dus we hadden eigenlijk 8 uur gezegd. Uiteindelijk werd het 9:50 dat we het hebben uitgepakt. Was wel heel leuk. Ik zal de cadeautjes zo nog wel eventjes nog laten zien beter. De meisjes hadden het al wat eerder uitgepakt. Als ik die beelden nog heb, zal ik wel even laten zien wat ik voor hun had gekocht. Maar ik kan het alvast wel vertellen. Ik had voor hun allebei een boek gekocht. En sokken. Ik vond het best wel lastig. Het was ook een beetje last minute dat ik het moest kopen. Dus ja, dan ga je een beetje op zoek naar bij de winkels wat je hebt. Van, oh, wat kun je nou voor ze kopen? Had ik dingen in mijn hoofd en die hadden ze uiteindelijk niet. En toen, vooral voor Yara vond ik het heel lastig. Want ja, die is nul. Dus wat ga je een kindje geven? Toen had ik een boekje met een rammelaar. En leuke sokjes met allemaal diertjes erop. En voor Lente had ik dan sokken van een smurf en ook een heel leuk boek. Nou ja, sokken vond Lente natuurlijk niet heel interessant. Ja, ze vond ze wel grappig, maar het was zo, sokken snap ik helemaal. Het is een kind en ja, ze is 3. Ja, wat moet je met sokken? Hè? Dat is vooral voor de ouders heel makkelijk. Maar zelf had ze natuurlijk zoiets, sokken. Boek vond ze daarentegen wel super leuk. Die moest gelijk mee naar bed en er moest uit voorgelezen worden. Wilde ze zelf in bladeren, dus dat was een groot succes. Dus dat was prima. Ik heb Goede Tijden gekeken en daarna heb ik gekeken naar Ewout, Politie Rotterdam. Dat was al de laatste aflevering. Ik had eigenlijk gedacht dat we er nog eentje hadden, dus ik vond het einde een beetje abrupt. Het was in één keer zo, dit was Politie Rotterdam. Ik dacht echt, oh, oké. Ik had eigenlijk nog wel eventjes een aflevering verwacht, maar die kwam dus niet. Ik heb een beetje jeuk om mijn rug, dus ik moet even krabben. Ik heb nog even een spelletje gedaan. Toen ben ik de vlog gaan afmaken. Die had weer een beetje moeite met opslaan, maar is uiteindelijk wel gelukt. Ik heb mijn foto's bewerkt. Ik moet nog even een nieuwe maken, daar was ik niet tevreden over. Dus dat was verder eigenlijk allemaal wel prima. En toen ben ik nog even de poli gaan kijken. Nadat ik Virgin River had gekeken, maar ik dacht eigenlijk dat er veel meer afleveringen waren. Maar het zijn gewoon 2 afleveringen van Virgin River voor de kerst, dus ik heb er daar nog eentje van. Dan is dat ook alweer klaar. Dus toen ben ik naar bed gegaan om mijn boek te lezen. Toen ben ik ook lekker geslapen, want ik was best wel moe. Dus dat was dat eigenlijk. Ik ga jullie dus zometeen laten zien hoe ik het soort van pakjesavond beleefd heb. Ja, jij bent er ook. Ik zal jullie dan nog even de cadeautjes laten zien, goed met daglicht wat ik heb gehad. En als ik dus die beelden nog zie van de cadeautjes die ik aan de meisjes heb gegeven, zal ik die er ook nog even inzetten. Ik ga intussen eventjes hier lekker aan de schoonmaken, want dat is ook wel weer eventjes nodig. Sint en Piet die kunnen nu weg, dan kunnen de kersthamsters weer voor in de plaats komen. En de stickers moeten eigenlijk ook nog van het raam af, maar dat kan ik ook van het weekend nog wel eventjes doen. Dat ik die dan eventjes eraf haal en dan kunnen de kerststickers erop. Dus dat is ook wel leuk, want ik heb ook nog iets anders om op te hangen voor de kerst. Maar ik moet even kijken hoe ik dat precies moet gaan doen. Maar ik denk dat ik dat van het weekend even ga doen, dat ik nu gewoon even zorg dat het huis netjes wordt. Dus dat was dat. Eigenlijk verder niet zo heel veel te vertellen. Oh ja, zondag zijn de eerste 2 ballen uit de kerstboom gehaald. Dus ik had zaterdag die boom opgezet en zondag waren de eerste 2 ballen tegelijk. Dat ging heel rap. Maar goed, intussen gaat het eigenlijk best wel goed. En moet ik zeggen dat ze er redelijk vanaf blijven. Ja, Mickey die heeft wel zo'n neiging om echt heel dichtbij te gaan staan. Dan haal ik er ook wel weg, want dat moet ik natuurlijk niet. Maar goed, ik ga nu eventjes aan de gang. Dus ik laat jullie eventjes gezellig de beelden zien van gisteravond. Nou, even de Sint cadeautjes. Ik heb voor Lente sokken van de Smurfen met Smurfin. Heel leuk opstaan. Voor Yara heb ik pingwingetjes. Allemaal diertjes erop. Die heeft er dan wel 4. Maar dat is ook wel heel erg leuk. Voor Yara heb ik dit leuke boekje met een rammelaar erin. Voor Lente heb ik een
zeven verhaaltjes voor zeven nachten met een poes in de stad. Dus dat is wel heel leuk. Dus ik ga het nu eventjes inpakken. Willen jullie ook wat lekker knop voor Sinterklaas? Oh, nou. Oh, zij heeft hem. Dan moet jij nu even wachten, hè? En nu krijgen de anderen eerst. Jij een stukje. Jij een stukje. Jij moet heel even wachten, Mickey, want je huilt net al. Kijk eens. Jij krijgt ook. Beetje voor Sinterklaas, hè? Want jullie mogen ook wel plekjes met Sinterklaas. Rustig. Jij nog één. Ik moet hem eerst even open krijgen. Ik vergeet elke keer dat dit niet zo'n handige verpakking is. Ik weet niet wie dit bedacht heeft, maar diegene die... Zo. Ja, hier zo. Alsjeblieft. En nee, jij ook, muis. Kou jij wel, Mickey? Nee, jij koudt niet, hè? Ja. Alsjeblieft. Nee, dat is van Muis. Heel even wachten. Je hebt je mond nog niet leeg of je moet alweer. Zo werkt dat niet. Zo, nou is het op. Ik hoop dat het lekker was, maar dat denk ik wel. Ja, het is op. Nou, nog even aflikken. Op is op. Muis, wil jij niet in mijn hand bijten? Dankjewel. Ik zou nog even de cadeautjes laten zien. Ik had een chocoladeletter in puur in een letter S. Dan heb ik deze leuke beker gehad met poesjes erop. Heel erg leuk. Deze zit nu eventjes vast, maar er zit dus ook een witte poes op.
zo'n rietje, altijd heel handig. En dan heb ik deze, die ga ik zo gelijk ook neerzetten. Dit is een heel leuk kersthuisje, er zit ook licht in. Ik dacht in eerste instantie dat ik hem misschien in de boom kon hangen, maar dat was niet zo'n heel goed idee, want hij is best wel zwaar. Dus die ga ik gewoon neerzetten. Dat is heel leuk en dan moet even dat lipje eruit, dan heb je een lampje. En ik heb hier nog gels ook gekregen, dus dat had ik dus gekregen. Het is tijd voor vakje 6. Ik heb de handschoen maar weer aangetrokken, want ja, we weten hoe dat laatst ging. Vakje 6. Oh, heel groot vakje, deze. Ik ga hem even plat open doen. Zo. Oh, dat is wel heel leuk. Dit is een hydrogel lipmask wat erin zit. Dat is natuurlijk wel heel erg leuk. Het is altijd wel lekker. Daar schijnen je lippen heel zacht van te worden. Ik heb het eigenlijk nog nooit geprobeerd. Maar het is altijd wel, wel heel lekker. Dus super leuk ook dit cadeautje weer. Zo, ik ben weer lekker klaar. Het was eigenlijk best wel lekker. Ik ging... Ja, het zat er best wel lekker in. Het is alleen nu een beetje lastig, want ik maak ook dan het plankje schoon waar mijn boeken op staan. Dat is altijd wel een beetje lastig, want ja, daar kan ik nu niet zo heel goed bij natuurlijk, omdat de kerstboom er staat. Maar ik heb me er een beetje tussen gewrongen en toen lukte het wel. Dat vind ik altijd een beetje het lastigste aan het laatste maand van het jaar, dat ik er dan niet zo grondig bij kan. Maar het is mij uiteindelijk wel gelukt. Dus ja, en anders zou denken, joh, dan doe je het niet. Maar ik weet gewoon dat het ook stof vangt. Dus ik vind het dan toch wel lekker om gedaan te hebben. Dus ja, eigenlijk allemaal wel heel lekker. Ja, gewoon alles weer lekker rond. Ik had de bank even afgezogen. En dan wil ik eigenlijk, ik zit nu s'avonds onder een kleed. En dat is dan niet zo'n roze kleed. Ik heb zo'n ander lekker kleed. Er zitten wat haren in. Dus die wil ik eigenlijk even wassen. Maar dan zit ik te denken om die morgen voor 's nachts aan te zetten. Dan is die vrijdag weer droog. Want dan kan ik er vrijdagavond weer onder zitten. Dan wil ik ook eigenlijk even de kussenhoesjes mee wassen van de bank. Want die moeten ook al een tijdje weer gebeuren. Maar dat was verder eigenlijk allemaal wel... Ik zie een melding binnenkomen. Lekker. Dus ja, eigenlijk allemaal wel goed. Ik ga zo meteen in ieder geval eventjes lekker relaxen. Dan ga ik strakjes lekker douchen en eten. Vanavond heb je nog Ajax. Dat is nog een wedstrijd die moet afgemaakt worden. Want die is toen... Kon die niet meer doorgaan door medische problemen. Dus dat ga ik eventjes doen. Dan ga ik ook even het perfecte plaatje kijken. Ik dacht eigenlijk dat het al de laatste zou zijn. Maar die finale doen ze dus toch weer in 2 keer. Ik ga nog even een spelletje doen. Dan ga ik mijn blogpost schrijven. Ik hoop alvast even wat foto's voor het artikel van vrijdag te bewerken. En dan ga ik verder met Virgin weer ver. Dan ga ik nog even wat anders opzoeken op Videoland. Want ik heb de poli, maar ik kijk er meestal 2 achter elkaar. Omdat die afleveringen niet zo heel lang zijn. Ik heb er letterlijk nog 1, dus dan moet ik even wachten tot zondag. Dus dat. En dan ga ik lekker naar bed om mijn boek te lezen. En dan morgen weer eventjes een beetje de wekker. Want ik moet morgen naar de mondhygiënist toe. Dus nou ja, maar dat wordt het in ieder geval. Dus straks na het douchen lekker. Nee, dan kan ik eerst gewoon eten. En dan kan ik later hier mijn Ajax shirt over mijn trui heen. Dus dat is verder prima. Dus ik zou bij deze dan in ieder geval zeggen tot morgen. Een hele goede middag op deze donderdag. Het is 7 december. Het is echt ijs en ijskoud. Het is 0 graden en ik heb het nu zo koud hier. Ik ben klaargemaakt. Ik moet alleen nog even lipstick op. Maar ik moet nog even mijn tanden poetsen. Want ik moet straks naar de mondhygiënist om 2:30. Ook wel weer spannend. De eerste keer sinds lange tijd. Dus nou, daar moet ik dus heen. Dus ik weet nog niet precies hoe laat mijn coach is. Maar ik zorg gewoon zometeen dat ik klaar ben. En dan ga ik het wel meemaken. Gisteravond ging ik naar Ajax kijken. Dit was echt letterlijk de kortste wedstrijd ooit. Het was dus een potje wat ze af moesten maken. Wat toen weer tijd gestaakt is. En dat moest nu afgemaakt worden. En daar waren nog 6 minuten van over. Daar kwamen 4 minuten blessuretijd bij. Dus in totaal moesten ze 10 minuten voetballen of zo. En dan vraag je ook echt af. Waarom komen die supporters echt voor zo'n kort aantal minuten dan nog helemaal naar zo'n stadion? Ja, dat zijn dan wel natuurlijk echte supporters. Bij NEC was het nog erger. Die moesten vanuit Nijmegen... Ik weet niet meer precies waarheen. Almere volgens mij. Nou, dat was nog verder weg. Die zaten gewoon 4 uur in de trein. Ook voor 5 minuten spelen of zo. 4 minuten in de bus, moet ik zeggen. Dus, maar goed. Ajax heeft geen puntenverlies geleden. Ze hebben weer 3 punten binnen. We staan nu weer 6e. Toen was nog weer de grote vraag. Ja, voor wie zijn de punten? Nou, is het nog voor de oude trainer of voor de nieuwe trainer? Ik zeg nou gewoon voor de nieuwe trainer. Want hij zorgt ervoor dat ze wel winnen. En dat het spel er natuurlijk weer gewoon iets beter uitziet als wat het geweest is.
Nou ja, ik heb verder goede tijden gekeken. Het perfecte plaatje. Volgende week echt de finale. Gisteren was dus de halve finale. Dus dat is dan volgende week. Ik heb nog even een spelletje gedaan. En nou, toen ben ik mijn blogpost geschreven. Toen had ik weer heel veel problemen met de vlog. En toen was ik ook echt even helemaal klaar mee. Want hij bleef dus op een bepaald punt hangen. Hij was dan wel, zeg maar, opgeslagen. En hij bleef hangen. Die overloop, die was niet goed. Ik heb het weer, weet ik hoe vaak, geprobeerd. Uiteindelijk is het wel gelukt. Dus de aanhouder wint dan wel weer. Maar het is wel heel irritant zo, hoor. Dat het elke keer zo is. Maar ja, goed. Ik weet niet zo goed wat ik eraan kan doen. Ja, ik moet eigenlijk gewoon een keer de laptop leeg knikkeren. Maar ja, dat ben ik gewoon nog niet aan toegekomen ook. Dus dat. Toen ben ik Virgin weer even gaan kijken. De laatste aflevering. Ja, ik moet wel heel zeggen. Ja, het is allemaal wel heel zoetsappig, weet je. Het is allemaal natuurlijk in de kerstsfeer. En de meeste mensen houden van kerst. Ik ben niet zo'n kerstfreak. Ik vind het nu wel weer heel gezellig, hoor, met de boom en alles die hier staat. Maar het is niet dat ik denk van, oh ja, ik ben helemaal fan van de kerst. Omdat het allemaal zo, op televisie ook, weet je, het is allemaal zo, je moet met elkaar zijn. Ik denk, ja, maar zo is het echte leven natuurlijk niet altijd. Ik bedoel, niet iedereen is altijd met elkaar of wat dan ook. En daarna wilde ik CSI Vegas kijken op Videoland. Dat heb ik ook wel gedaan, maar ik had Videoland via mijn Apple TV en dan deden ondertiteling het niet en die kreeg ik maar niet aan en ik had gegoogeld, maar stond ook niet echt duidelijk bij van hoe dat nou allemaal, ja, het stond er wel bij hoe het moest, maar het lukte niet. Toen heb ik hem uiteindelijk via de tablet maar gestreamd. Toen daar kon ik wel de ondertiteling aanzetten, maar dat was ook weer een gedoetje. Nou, toen ben ik nog best wel lang bezig geweest ook om te zorgen dat die vlog online kwam. Dus die staat inmiddels online, dus nu, toen was ik er ook wel klaar mee. Toen ben ik lekker nog even mijn boek gaan lezen en lekker gaan slapen. Ik ga even de stofzuiger er doorheen trekken, dan ga ik eventjes mijn tanden poetsen en zo. En dan neem ik jullie vandaag nog wel eventjes mee, maar straks is mijn zorgen dat ik bij de mondhygiënist beland. Dus ja, dat is eigenlijk de planning voor nu. Dus ik heb een heel klein knoopje, maar die probeer ik er nu uit te halen. Maar die moet ik even wegkammen. Goed, ik ga nu in ieder geval eventjes mijn laatste dingen doen. En dan ga ik straks de deur uit. Boodschappen. Ik zal jullie morgen even vertellen hoe het bij de mondhygiënist was. Want het is nu al best wel laat. Het is al 6:50 en ik moet nog douchen en nog eten. Dus anders dan wordt het zo laat. Maar ik zal even boodschappen laten zien. Ik heb even weer wc-papier, want het gaat best wel hard. Dan heb ik boontjes. Slaafvinken. En ik had ook wat andere dingetjes gehad bij mijn andere winkeltjes. Want we waren even bij wat winkeltjes geweest. Ik heb maandverband. Kijk, het is een beetje verdeeld allemaal. Ik heb nu boodschappen gedaan bij Albert Heijn. Aardappelkroketjes. Broccoli. Schnitzels voor zondag. Kattenvoer. Tataartjes. Die doe ik even in de vriezer. Die waren bij de korting. Dan heb ik toetjes. Eventjes beschuit. Chocomel. Franse frietjes. Spekjes. Aardappelschijfjes. En frikandellen. Dus dat waren even de boodschapjes. Dan gaan we nu nog even een vakje openmaken van de adventskalender. En dan, ja, die zal ik even bijpakken.
vakje 7. Ik heb nu alleen niet mijn handschoentjes aan. Maar goed, ik hoop er even dat het nu goed gaat. Waar is vakje 7? Goh, dat is een zoektocht. Hier zit hij, 7. Kijk, dan gaat het alweer mis, zie ik. Zo. Wat een geprikkel er. En daar zit in een oogpotloodje. Superleuk. Zo, ik ga nu eventjes gauw de boel opruimen. En dan ga ik even lekker douchen en eten maken. Kijk vanavond gewoon weer goede tijden. En weer eventjes waar is mijn erfenis. Ga ik nog even een spelletje doen. De foto's bewerken. Nieuwe Netflix serie uitzoeken. En daarna nog eventjes weer zie je zij kijken. En dan ga ik lekker in bed om een boek te lezen. Ik heb nu ook heel erg hoofdpijn. Dus ik ga even een aspirintje nemen. Ik ga jullie dan ook gewoon morgen zien. Want ik wil nu gewoon even mijn dingen gaan doen. Want het is, in mijn hoofd gaat het even niet goed. Omdat het nu allemaal heel erg laat is. Maar dat komt wel weer goed. Ik zou bij deze dus zeggen tot morgen. Een hele goede middag op deze vrijdag. Het is vandaag 8 december. Ik ben klaargemaakt. Het is 4 graden buiten. Het is echt wel fris. Maar gisteren was het 0 graden. Ik merk wel dat ik gelijk wat meer verkouden ben. Omdat ik gisteren dan buiten ben geweest. Best wel een tijdje ook. Ik was wel goed aangekleed. Handschoenen, muts, sjaal. Maar het is gewoon best wel fris. Ik zou nog even terugkomen op het verhaal bij de mondhygiënist. Daar moest ik dus gisteren dan heen. Ze hadden gewoon gebitsreiniging gedaan en ik had wel een paar keer even zoiets van, oei, het is wel heel pittig, zeg maar. Dus had ik wel aangegeven, als het niet meer gaat, moet je je hand opsteken, dan konden ze wel even stoppen. Ja, dan heb ik zoiets, weet je, het moet toch gebeuren, dus ga maar gewoon door. Maar een paar keer vond ik het wel eventjes een beetje vervelend, maar goed. Nou ja, polijsten ook gedaan en nog wat tips gekregen. Met stokeren moest ik gaan doen, dus ik heb ook stokertjes gehaald. Die zal ik zo nog wel even laten zien, want die zitten nog ergens onder in de tas. Toen moest ik daarna nog even een foto maken, want het was het vermoeden dat er een kies aan doorkomen was. Maar ja, dan moest al het ijzer eigenlijk eruit, dus oorbellen met piercings. Voor zover dat lukte, nou ja, die in mijn oor met piercings, die heb ik alle drie gewoon laten zitten. Want ik had zoiets, dat is zo'n gedoe om die eruit te krijgen en er weer in te krijgen. Ja, daar ben ik gewoon heel eerlijk geweest. Mijn coach zei, oh ja, als het niet lukt, dan lukt het niet hoor. En dat was ook niet erg, dus nou, foto gemaakt. Toen was even de vraag wanneer ik daarover uitslag zou krijgen. Maar ze ging even overleggen met de tandarts en dat kon eigenlijk direct nog. Dus ik moest even een nieuwe afspraak maken om over 6 weken terug te komen. En toen kon ik weer in de wachtkamer gaan zitten, want toen kreeg ik dus nog de uitslag. Ik heb 1 kies is al doorgekomen, maar die is omgevallen. 1 verstandskies. Dus 1 verstandskies die is gewoon omgevallen. Dat ging niet goed. Die andere komt door, maar die groeit ook niet helemaal lekker. Dus die zou er eigenlijk uit moeten. Dat moet dan in het ziekenhuis gebeuren. Dus ik had wel zoiets van, oh, dat vind ik wel eventjes, dat komt even zo binnen. Want ja, hè, dat moet dan weer met een verdoving natuurlijk en zo. Dus dat vond ik wel even pittig. Maar ik moet ook eerst even uitzoeken hoe het nou precies zit. Want hij zei eerst, het zit in de basisverzekering. Maar toen had hij het ook weer over de... het eigen risico. Dus ik moet wel even goed navragen hoe dat zit. Niet dat je dan voor onverwachts hoge kosten komt te staan. Dus dat wil ik eerst wel even heel goed weten. Maar het had ook niet echt heel erg veel haast, weet je. Ik heb er ook geen last van. Ik voel ze niet. Het was alleen zo. Hij kon op den duur wat problemen gaan veroorzaken. Maar goed, dat was eigenlijk een beetje wat daar gebeurd is. En daarna waren we dan nog even naar een ander centrum geweest. Ook even bij de Action geweest. Maar dan moeten we volgende week weer eventjes naar de Action waar we meestal heen gaan. Want we grepen eigenlijk mis, zowel mijn coach als ik met dingen. Dus toen zei ze al, nou dan moeten we daar nog maar even heen. Maar goed, dat was dat. Nou, toen heb ik dus, de vlog voor gisteren had afgesloten, ben ik lekker gaan douchen en heb ik eten gemaakt. En toen ben ik lekker goede tijden gekeken. Ik heb wel waar is mijn erfenis gekeken, maar ik vond het heel rommelig. Want deze mensen wilden ook niet herkenbaar in beeld. En de stemmen waren wat vervormd, dus dat vond ik dan, kijkt ook al anders. Toen ben ik nog even een spelletje gaan doen. Toen ben ik mijn foto's verder gaan afmaken. Nog even 2 nieuwe maken, daar ben ik toch niet tevreden over. Dat was, je kaatst ze dan een beetje met licht. Dus dat moet ik nog eventjes doen. Toen ben ik een nieuwe Netflix-serie gestart. Ik ben Dirty John gaan kijken. Ik snap er nog niet zo heel veel van. Het is een waar gebeurd verhaal.
Maar ik heb nog geen John gezien. Het gaat nu over een andere vrouw. En die blijkt dus ook wel... Dat blijkt ook wel een echt verhaal te zijn. Maar omdat het dan Dirty John heet, verwacht je ook een John te zien. En daarna heb ik nog even een aflevering van CSI gekeken. Toen ben ik mijn boek gaan lezen. Toen ben ik ook lekker gaan slapen. Want ik was best wel moe. Ik zal nog even een paar dingetjes laten zien die ik gisteren nog had gekocht. Dat had ik gisteren niet meer gedaan. En dan ga ik de slaapkamer doen. Dus dan ga ik jullie meenemen. Maar wel lekker. Dan kan ik weer eventjes lekker aan de schoonmaken. Want dat is wel lekker. Even weer slaapkamer schoon. Ik ben een oorbelletje kwijt. Ik heb nu even die andere in. Ik heb nu deze in. Maar ik heb normaal die V'tjes in. Ik ben er dus eentje van kwijt. Dus die moet ik zo ook eventjes gaan zoeken. Maar die kom ik vast zo tegen met schoonmaken. Maar ik zal eventjes die spulletjes nog laten zien. Nou, ik had ook nog wat foto's afgedrukt, maar die kan ik niet laten zien, want dat zijn foto's die ik ga ophangen in huis. Maar dat zijn met lente en jaren en die mogen natuurlijk niet in beeld. Maar ik heb dus deze dental sticks gehaald om mee te stokeren. Ik vroeg ook aan haar, ja, welke heb je nou gebruikt? Want ze ging dat laten zien hoe je dat moest doen. En deze hebben dus een bolletje. Zij gebruikte die van Jordan en zij gebruikte dus de dunne, want ik zat altijd een beetje te klieren van wat past ertussen. Ik had altijd het gevoel dat al die stokertjes te dik waren, maar ze hebben dus verschillende diktes. Het mocht ook van het eigen huismerk, maar dat was een heel ander soort stokertje voor mijn gevoel. En deze heeft dus een bolletje en daar heeft ze het mee laten zien. En eigenlijk, ze waren wel iets duurder dan het huismerk. Wat grappig was, ik kwam bij de kassa, toen ging er nog 1,75 af. Dus deze waren nu 1,50. En je hebt er dan... Ja. Hoeveel zit het er eigenlijk in? Het staat er wel op, maar moet ik even naar het licht, want dat kan ik al niet meer lezen. Oh, 100 zitten erin. Nou, als ik had geweten dat er dus echt korting op zat, had ik misschien wel 2 gehaald. Maar nou, nu kan ik 100 dagen vooruit en tegen die tijd is de vast weer een aanbieding. Bij de Vibra had ik nog eventjes een doosje voor de diamond painting meegenomen. Die vond ik wel handig, die kwam ik daar tegen. Dus ik dacht, oh, dat is altijd wel weer even handig. Ik wil ook onderhand weer even zo'n lampje gaan maken. Ik ga nu eerst even deze diamond painting afmaken. Dan ga ik weer even zo'n lampje painten. Ik weet niet eens hoeveel erin zitten. Het is een opbergboxje. Ja, die kostte 99 cent. Dus prima. Ook bij de Libra vond ik nog deze. Die vond ik super leuk nog voor in de kerstboom. Ik hou heel erg van die ornamenten. Deze was 1,99. Dus eigenlijk ook wel heel leuk geprijsd. Dus die kan nog lekker eventjes in de boom. Dan ben ik even bij de Xenos geweest en ik zag deze pot. En er zat 20% korting op. En hij was roze. Dus ik dacht, oh, ik vond hem zo leuk. Ik dacht ook, als ik hem nu niet meeneem, dan krijg ik spijt. Dus ik ben blij dat ik hem heb meegenomen. Ik heb de bon nog liggen. Dus ik kan eventjes kijken wat hij nou kostte. Dat is misschien wel eventjes handig. De pot kostte normaal 4,09 euro, maar er ging 82 cent van af. Dus hij was nu nog iets van 3,20 euro, 3,22 euro denk ik, zoiets. Weet ik niet precies uit mijn hoofd. Ben ik ook niet super goed in dat rekenen, maar goed. Ik vond hem super leuk en deze kan ik ook wel voor de kerst nog gaan gebruiken. Ik moet hem alleen even afwassen, hij is wel een beetje vies. Maar ik vind hem heel leuk en ik heb daar ook nog even 2 kersthangertjes gehaald. En dan heb ik een laptop gekocht. Die vond ik ook super leuk. Kijk. You've got mail. En dan hier glitters erop. Dus dat is die. Die kan ook nog even leuk in de boom. En de laptop die kostte 5,49 euro. En ik heb nog deze gekocht. Die vond ik ook zo leuk. Een koffiebeker. Ik hou van koffie. Deed me een beetje denken aan de Starbucks. Dus die vond ik ook wel echt heel erg leuk. En de koffiebeker die was nog 4,99 euro. Het zijn wel iets duurdere hangers, maar ik vond ze zo leuk. Ik dacht, nou, die wil ik gewoon hebben. En er staat er ook echt small, medium, large of extra large. Die is dan een extra large. Nou goed, dat had ik nog eventjes gehaald. Ik ga eventjes lekker sop maken en dan gaan we eventjes lekker de slaapkamer doen. Want ik heb zin in een schoon bedje vandaag.
voor vakje 8. En vakje 8 zit hier, zo'n klein vakje. Ik hoop dat ik hem een beetje open krijg. Ja, dat gaat vaak. Even kijken. En dit had ik al zo vermoeden van. Hier zit een puntenslijpertje in. Ik hoop dat jullie goed kunnen zien. Leuk kleurtje trouwens. Ja, altijd handig, een puntenslijpertje. Oh, klein beetje buiten adem. Ik stond een beetje ingezoomd. Maar het is weer klaar. Ik baal er alleen van, ik heb mijn oorbel niet gevonden. En ik had echt verwacht dat ik hem tussen mijn bedden goed zou vinden. Maar dat is dus niet gebeurd. Ik heb ook heel goed onder het bed gekeken, maar daar heb ik hem ook niet gezien. Misschien dat hij nog in mijn nachtkastje is gevallen. Die zou ik dan even leeg moeten halen. Dat heb ik nog niet gedaan, maar dat kan ik morgen nog wel eventjes doen. Ik vind het wel jammer. Ik baal er dan altijd van. Dat kan me gelijk zo'n nagevoel geven als ik iets kwijt ben. En dat hij kan niet weg zijn, want ik berg het altijd gewoon netjes op. Maar ja, ik weet het nu even niet. Hij moet er in ieder geval wel wezen, maar ik moet nog maar even goed gaan zoeken. Bed is lekker schoon, alles is lekker gedaan, maar dan wordt het op een gegeven moment zo donker en dan zie je al niet zo heel veel meer. Dus ik had hier nu net ook gauw lampjes aangedaan, want de kastje staat een beetje in het donker. Kijk, de kussenhoesjes zitten in de was, dus ik zit nu een beetje met lelijke kussens, maar ik denk dat ze zo klaar zijn. Dus ik kan ze zo uithalen. Ik ga zometeen eventjes lekker relaxen. Je hoort ook aan mijn stem dat ik weer een beetje wat snotterig word. Dan ga ik straks lekker douchen en eten. Vanavond heb je weer de Mask Singer. Dat ga ik wel weer kijken. Nog even een spelletje doen. Dan ga ik snel mijn blogpost schrijven en de video in elkaar zetten. Dan ga ik verder met Dirty John. En dan ga ik verder met Chantal en Tina. Dat zijn van die komische sketches. Dus dat ga ik dan even kijken. Maar verder ben ik wel weer blij. Ik heb ook de hangertjes al in de boom hangen. Ik zal even heen lopen. Ik heb hier de koffiebeker. Hier de lipjes en hier dan de laptop. Dus dat hangt er ook allemaal mooi in. Dus ja, ik ben voor nu wel weer tevreden. Ik ga nu dan ook gewoon morgen zien, want ik ga nu verder toch niks meer doen. Dan eventjes lekker in de relaxmodus even wat drinken, want ik heb dorst. En even wat kussenhoesjes nog eromheen doen, want dan ziet het er gelijk weer wat gezelliger uit. Dus bij deze zeg ik dan tot morgen. Een hele goede middag op deze zaterdag. Het is vandaag 9 december. Ik ben klaargemaakt. Het is weer verschrikkelijk koud. Ik ga heel even checken hoeveel graden het is. 8, ja. De gevoelstemperatuur is heel koud, maar het regent ook. Ik heb mijn oorbel nog niet gevonden. Ik heb gisteravond nog wel eventjes in de bovenkant van mijn nachtkastje gekeken, de eerste la. Daar zat hij helaas niet in. Het zou nog kunnen dat hij in de tweede zit, maar dat is zo'n rommel. Er ligt mijn kruik in, allemaal snoeren en allemaal dingen. Dus die moet ik eigenlijk nog wel eventjes leeghalen. Maar daar ben ik nog niet aan toegekomen. Gisteravond heb ik weer naar de Mask Singer gekeken. Ja, ik weet gewoon helemaal niks meer. Ik raad ook niet echt meer mee, want ik weet het, ik heb echt letterlijk geen idee. Ik begin ook wat meer irritatie te krijgen, ook richting de jury, bepaalde mensen. En mijn moeder die kon zich daar ook totaal niet in vinden, maar dat geeft niet, want iedereen is anders. Maar ik voelde het wel een beetje. Nou, ik heb nog even een spelletje gedaan en toen ben ik de video in elkaar gaan zetten. Dat ging echt niet van een leien dakje, ging weer heel moeizaam. Mijn blogpost geschreven, toen moest die video nog opslaan, wat ook heel lang duurde, wat ook niet lekker ging. Dus toen ben ik daarna eerst maar eventjes met de Netflix-serie verder gegaan. Maar daar kwam ik alweer achter iets doms van mezelf. Die Netflix-serie heet natuurlijk Dirty John, maar ik zei al, ik zie helemaal geen John. Nee, hoe komt dat? Er zijn twee seizoenen en het zijn twee verschillende verhalen. Dus Netflix laat als eerste seizoen 2 zien. En toen dacht ik, oh, maar dat gaat in mijn hoofd een beetje mis. Dus toen ben ik toch gisteravond maar met seizoen 1 begonnen. En daar zit dus wel een John in. Maar in seizoen 2 doet hij gewoon niet mee. Omdat het gewoon twee verschillende verhalen zijn. Ze zijn er wel allebei waar gebeurd. Maar toen dacht ik toch, nee, dan switch ik toch eerst naar seizoen 1. Dus dat was niet zo heel slim. Maar goed, dat heb ik al vaker gehad. Ik vind het ook gewoon jammer dat Netflix niet seizoen 1 als eerste neerzet. Maar goed, dat heb ik opgelost. Daarna heb ik nog even Tina en Chantal gekeken. Toen heb ik de laptop maar mee naar bed genomen om de video te kunnen uploaden. Dat was allemaal wel gelukt. Toen heb ik mijn boek uitgelezen en gelijk ook weer een nieuwe gestart. Dus op zich ging dat allemaal wel goed. Maar op een gegeven moment ga ik gewoon irritatie krijgen omdat het weer moeizaam gaat met de video. En dan ben ik er een beetje klaar mee. Maar goed. Vandaag, ik ga eventjes zometeen de Sinterklaas stickers van het raam halen, kunnen de kerststickers erop. Ik heb nog die snoer,
Met die sterretjes. Die wil ik eigenlijk even op het raam bevestigen. Die had ik bij de trekpleister gekocht. Daar was ik nog niet aan toegekomen. Dus dat wil ik eventjes doen. En eigenlijk wil ik nog even wat dingen ophangen. Dus ik moet even kijken hoe ver ik ga komen. En misschien nog even in mijn blog en YouTube boek aan de gang. Maar dat is voor nu de planning. Dus ik ga eerst even stofzuigen. En dan ga ik jullie weer meenemen in de dingen die ik ga doen vandaag. Oké, tijd voor even een rondje huis. Ik heb dus hier die lichtslinger opgehangen. Het is leuker als je een grote raam hebt. Eigenlijk was het leuker geweest bij het voorraam. Maar dat heeft ook niet zo heel veel zin. Want heb ik eigenlijk ook zo'n klein gedeelte. Omdat het kleine raam ernaast zit. Maar ik vind het op zich wel heel gezellig. En hier hangen dan alle stickertjes van Francine Katten. Ik hoop dat jullie het goed kunnen zien. Ik vind het wel heel gezellig staan. En ze gaan gewoon op batterijen. Kijk, alleen dit zit je dan altijd een beetje mee. Blijft ook een beetje bungelen, maar nou, ik vind het wel heel leuk. Dan zijn hier de feestelijke vriendjes van Jip en Janneke, Takkie en Sipie. En gewoon heel erg leuk allemaal. Heel gezellig staat het, heel veel sterretjes. Ik vind hem echt heel erg leuk. Ik vind het echt fantastische stickers. Ik zag trouwens ook dat de Sinterklaas stickers nu afgeprijsd waren. Dus mocht je denken voor volgend jaar, die zou ik willen hebben. Is het leuk om misschien nu in te slaan. Maar die vind ik ook echt super leuk. Ook op de slaapkamer heb ik nog wat overige katten van Francine geplakt. Die pasten allemaal niet meer, zeg maar, op het andere raam. En hier heb ik nog van deze stickers. Maar deze blijven iets minder goed zitten. Maar dat komt ook, deze is een beetje... Ik zal hier even een beetje water nog achter doen. Maar dan ziet het er wel leuk uit. En deze pot is nu tot kerstpot gebombardeerd. Ik moet nog even iets lekkers halen voor erin. En hier heb ik ook nog wat takkies. Een takkie. En een sipie. Of is het ook takkie? Ja, zo'n oortjes naar beneden. Een cadeautje en deze kwam nog van de katten af. En dan hier gewoon leuke sterretjes. Dus dan hebben we ook weer een kerstpot. En nou, die ga ik dan nog leuk vullen. Maar ik vond het wel een leuk idee. Zo, dat is echt top. Tijd voor vakje 9. En vakje 9. Zit. Hier.
ook een beetje dom dat ik de handschoenen weer niet erbij heb. En hier hebben we een klein blusje, super schattig, met de naam 164 Dusty Rose. Superleuk. Zo, wat een heerlijke productieve middag. Ik vind het zo leuk, ook nu de kerststickers erop zitten en die lampjes hangen in de gang. Vind ik gewoon echt superleuk staan, net weer wat meer licht. En ja, eigenlijk voor 5 euro is het echt hartstikke leuk spul. Net wat ik zeg, als je echt een groter raam hebt, is het nog leuker. Maar die heb ik niet, want alles is bij mij vrij klein. Maar goed, ik ben ook gewoon blij met de stickers en zo. En ook leuk dat ik nu ook een kerstpot heb. Dus ja, echt wel lekker druk bezig geweest. Maar het was echt wel heerlijk. Ik ging ook echt gewoon goed doorheen. Lekker muziek aan, daar ga ik dan altijd heel erg goed op. Dus dat was allemaal wel heel erg fijn. Nu ga ik zometeen eventjes lekker relaxen. Dan ga ik straks lekker douchen en eten. We hebben vanavond Ajax, maar volgens mij moeten die al om 6:45, dus dat is vrij op tijd. Ik denk dat ik nog even een Hudson en Rex ga kijken en misschien daarna nog even wat terugkijken. Maar ik wil sowieso even verder met Dreamlight Valley, want er was een update geweest, de Eptanatie al van de week. Dus ik ben wel even heel benieuwd hoe dat eruit ziet, dus daar wil ik ook even lekker mee verder. Ik moet op zoek naar Minnie Mouse, dus ik hoop dat dat ook gaat lukken. Nou, dan ga ik verder met de vlog. Ik hoop dat het allemaal een beetje vlot. Ik heb de laptop nog op de slaapkamer staan, maar dat maakt niet uit. Dan ga ik eventjes verder met mijn Netflix-serie en nog even zo'n aflevering kijken van Chantal en Tina. En dan ga ik lekker naar bed om mijn boek verder te lezen. Dus dat wordt verder ook de zaterdagavond. Dus ja, eigenlijk prima. Ik ga jullie dan ook gewoon morgen zien, want ik ga nu verder niks meer doen. Ik ben best wel druk geweest. Ik heb gewoon even zin om nu eventjes lekker te gaan relaxen op de bank. Dus ja, dan heb ik morgen weer frisse energie en ga ik wel weer wat dingetjes doen. Dus ja, dat is dan eventjes wat ik ga doen. Dus ik zou bij deze dan zeggen tot morgen. Een hele goede middag op deze zondag. Het is 10 december. De dag is niet zo heel lekker begonnen. Mickey heeft namelijk net mijn mop met chocomel omver gegooid. Gewoon echt zo van de tafel. Ze was op tafel aan het klieren. En toen gooiden ze die mok om. Nou, mok weer kapot. Alle chocomel in mijn vloerkleed. Onder de bank helemaal. Dus dat heb ik net eerst allemaal staan opruimen. Maar ik was echt een beetje boos. En dan zitten ze zo heel nonchalant aan te kijken van ja, wat? Ik denk ja, verdorie, die blijft er gewoon van af. Maar ja, goed, dat deed ze dus niet. Dus ja, dat was weer even een bende. Dus die heb ik net eerst even staan opruimen. Maar daar ben ik dus allesbehalve gelukkig mee. Ik denk wel dat alles nu weg is. Ik heb het vloerkleed heel goed afgenomen. Ik heb even een sopje gemaakt onder de bank helemaal. Ik heb er ook even gedweld. Maar ik vond het niet leuk eigenlijk. Ik heb wel mijn oorbel teruggevonden. Dat was het goede nieuws. Hij lag dus toch onder in het nachtkastje. Dus daar ben ik wel blij mee. Gisteravond heb ik gekeken naar Ajax. We hebben wel gewonnen. Het ging een beetje moeizaam. Het ja, was niet helemaal fantastisch. In de eerste helft ging het op zich wel redelijk. Toen hadden we 2 doelpunten. Toen later kregen we toch nog een doelpunt tegen. Toen is er ook verder niet meer gescoord. De tweede helft zakte ze een beetje af. Maar goed. Ik heb even Hudson en Rex gekeken. Dat was wel weer een hele mooie uitzending. Daar heb ik nu nog 1 aflevering van. Daarna heb ik even Steen Rijksstraat Arm zitten kijken. Maar daar had ik behoorlijk wat ergernis. Dus ja, dat was iets minder. Ik heb nog even Disney Dreamlight Valley gedaan. Toen ben ik de vlog in elkaar gaan zetten voor het grootste gedeelte. Zover dat kon. Toen ben ik weer Dirty John gaan kijken. En had ik de laatste afleveringen van Chantal en Tina. En toen ben ik naar bed gegaan om mijn boek te lezen. Dus dat was verder ook de avond. Ik ga zo even stofzuigen en groenten afhalen. Dan ga ik even boven wat dingen doen. Ik ga wel even foto's maken. Dus dat is wel, die laat ik straks even zien. Ik heb mijn teddyvest aan, die van de Action. Dus dat is wel lekker. Dus ja, dat is eigenlijk voor nu de planning. Dus ik zal je straks gewoon even de fotospullen laten zien. Dus ik ga nu gewoon eventjes aan de gang. De fotospullen. Ik heb hier een skincare van Revolution. Dit is een mattifying cream. Dus die ga ik proberen. Dan heb ik hier van Catrice 2 mooie bronzers in 2 verschillende kleuren. Dit is medium brons. En dit is light brons. En de kerstcollectie van Essence. En hier komt nog een video van online. Ik heb hier de lippenbalsem. Ik heb hier nog stickertjes voor de nagels. Dan heb ik hier een crayon
pen. Deze glitter lip beautifier. De nagellak, of de topcoat eigenlijk. En de mooie highlighter. Dus hier ga ik nu mooi even foto's van maken. Ik was alleen nog de liquid blush vergeten. Dus die zit ook nog in die collectie van Essence. Dus nou, die hoorde er dus ook nog bij. Het is tijd voor vakje 10. Probeer jullie een beetje in te zoomen. Maar... Dat lukt niet echt. Vakje 10 zit hier. Ja, zie je, het is een spiegeltje. Gewoon met M&M erop, Max van Max en More. Dan is de achterkant een spiegeltje. Ja, nu zie je niet zoveel, er zit natuurlijk plastic onderin, maar wel heel leuk ook. Zo, ik ben boven even aan de gang geweest. Dat ging op zich wel lekker. Even het een en het ander opgeruimd, alleen de... stang waar mijn kleding aan hangt, die viel eraf, dus die moet ik weer even opnieuw ophangen. Maar dan moet ik even alles er weer afhalen. Maar dat doe ik van de week wel eventjes. Foto's zijn gemaakt. Katjes hebben net lekker gegeten, dus eigenlijk wel prima. Poeh, ik heb nou even zo'n inkakmomentje. Ik heb dat heel vaak op zondag. Ik heb zondag eigenlijk altijd een beetje proberen een beetje luie dag te houden. Maar ja, zoals nu was het natuurlijk geen voetbal wat ik wilde volgen. Dan ga ik toch wel liever weer wat doen. Ik moet niet zijn, maar het lukt niet. Katjes hebben ook net lekker gegeten. En nou, mijn grond is afgehaald, dus dat is verder prima. Ook het vlees voor morgen is al uit de vriezer, dus dat is top. Ik ga zo eventjes relaxen. Dan ga ik straks lekker douchen en eten. Vanavond heb je wel het roerom, maar ik vind het heel jammer. Want het gaat dus niet verder met die vrouw van vorige week. En dat had ik heel erg gehoopt, omdat dat vervolgd zou worden. Dacht ik echt dat het verder zou gaan. Maar nou krijgen we een hoe is het nu met. Die mensen die zitten dus al een tijdje op de plek waar ze heen gegaan zijn. Is ook vaak wel leuk, maar ik had wel heel erg gehoopt op een terugblik voor vorige week. Daarna ga ik even de muziekquiz kijken die daarna is. En ik ga nog even Disney Dreamlight Valley spelen. Ik ga mijn nagels doen en... foto's bewerken. Dan ga ik verder met Dirty John. En als er vanavond een poli is, ga ik weer eventjes de poli kijken. Dan heb ik er weer twee. Maar ik weet niet of het nog komt. Dus ik moet even kijken. Nou ja, ik ga jullie dan ook gewoon morgen zien. Want ik ga nu verder toch niks meer doen. Dus bij deze zou ik dan zeggen tot morgen. Een hele goede middag op deze maandag. Het is vandaag 11 december. Ik ben klaargemaakt. Niet zo heel lekker in mijn buik. Ik heb last van buikpijn. En ja, het is allemaal eventjes niet zo heel lekker. Maar dat komt wel weer goed. Ik wil straks even een aspirintje nemen. Maar ik heb net mijn tanden gepoetst. En ik vind het een beetje zonde om nu met water gelijk een aspirine in te nemen. Want dan ben ik gelijk een beetje... Ja, dat lost een beetje op dan. En het was altijd een tip van mijn opa. Die zei altijd... Het beste is om niet te spoelen na tanden poetsen. En dat doe ik eigenlijk ook nooit met water. Ik doe altijd wel met spoelmiddel. Maar nooit met water spoel ik na. Dat heb ik altijd onthouden. Ik heb gisteravond gekeken naar het roerom. Hoe is het nu met? Ja, op zich ook wel leuk om het eens, om te zien hoor. Hoe het nu met die mensen is die je eerder in de uitzending hebt gezien. Maar ja, ik vond het dus nog steeds wel heel erg jammer dat het niet verder ging met die mevrouw van vorige week. Maar misschien dat dat nog gaat gebeuren. Daarna heb ik de muziekquiz gekeken. Dat was echt super leuk. Ik was eigenlijk een beetje verbaasd dat uiteindelijk het andere team nog won. Want die gingen niet zo heel goed, maar ze hadden wel gewonnen. Ik heb mijn nagels gedaan. Ik heb dus die gouden kleur erop gedaan. Deze van Catrice. En ik heb dus als topcoat die van Essence eroverheen aangebracht. Maar je moet wel heel goed kijken, want je ziet hem niet zo heel erg goed. Dus ik denk dat ik die gewoon, om dit is van de week waarschijnlijk toch al heel erg lelijk, voor de video van vrijdag dat ik nog even de topcoat los aanbreng. Want je moet echt heel goed kijken, je ziet het bijna niet. Misschien komt het door deze kleur, omdat die al een beetje een soort van chroom effect heeft, dat goud. Ik heb nog even Disney Dreamlight Valley gespeeld. Daar kwam ik wel lekker wat verder mee, dat was leuk. En toen ben ik de foto's gaan bewerken. Daar moet ik nog even twee nieuwe van maken. Want die vond ik niet mooi. Die waren onduidelijk. En ik heb nog even een persbericht eruit gedaan. Voor
van Essence met een nieuwe collectie. Toen ben ik verder gegaan met Dirty John. En ja, ik kreeg nu al een hele andere wending. Dus dat was ook wel leuk. Ik geniet er wel echt van. En daarna nog even de poli. En toen ben ik lekker naar bed gegaan om een boek te lezen. Die heb ik vanavond ook alweer uit. Dan kunnen we weer met wat nieuws gaan beginnen. Ik ga even een was aanzetten. Ik ga de kattenbakken doen, de gang, de douche. Ik moet even de kliko naar de weg brengen. Want die wordt morgen geleegd en die zit vol. En nou, ik moet ook nog even de was wegvouwen. Dus dat is voor nu de planning. Ik ga jullie in ieder geval meenemen. Dus ik ga even muziekje aan doen en aan de gang. Het is natuurlijk tijd voor vakje 11. Ik ga het wel weer even met de handschoen doen, want ik merk toch wel weer dat ik mijn vinger weer wat open had gehaald. Dus we gaan even kijken waar vakje 11 zit. En vakje 11 zit hier. Deze. En het is een vrij groot vakje. Dus ik ga hem openmaken. En dit zijn pareltjes. Kijk, die kun je ook op je gezicht plakken met de kerst bijvoorbeeld. Wel leuke kleurtjes, paars en zilverkleurig. Dus dat is wel heel erg leuk ook wat erin zit. Zo, ik ben weer lekker rond. Ik heb de kliko aan de weg gezet. Ik heb de gang lekker gedaan. De kattenbakken zijn weer heerlijk schoon. De douche is ook weer schoon, dat is ook wel weer fijn. Het was trouwens nog heel grappig. Ik was natuurlijk dat oorbelletje kwijt en ik was heel erg aan het zoeken. En ik ging eigenlijk voor de zekerheid gewoon even bij de douchegedeelte kijken. Terwijl ik eigenlijk wist dat hij daar niet kon zijn. Kom maar, Mickey. Want ik hou ze nooit in met douchen. En toen zat ik te kijken, toen vond ik nog wel een heel klein piercingballetje. Dus die heb ik er nog wel uit kunnen vissen. Dus die heb ik er eventjes uitgehaald. Die had ik laten drogen, dus die heb ik nu weer terug in het bakje gedaan. Maar die was ik al een keertje kwijtgeraakt. Dat was deze, zeg maar, waar nu het ringetje in zit. Ik verloor steeds die balletjes. Dus vandaar dat ik er toen een ringetje in heb gedaan, omdat ik er gek van werd. Nou, wasjes lekker opgevouwen. De was staat nu nog aan. Die is nog niet klaar. Dus die kan ik dan, als die klaar is, ook weer even verwerken. Dus ja, verder wel fijn. Katjes net lekker gegeten. Ze hadden het niet helemaal op. Ja, tijgertje wel, maar Mickey en muis niet. Dus ik heb het ook weggezet, want als muis zich... Ze gaat overeten, dan moet ze spugen en dat moet je gewoon niet hebben. Dat is voor alle partijen niet fijn. Het is voor muis niet fijn als ze moet spugen. Het opruimen vind ik ook iets minder, maar goed, het hoort er gewoon bij met huisdieren. Ja. Als ze een keer spugen moet je het opruimen, maar je moet natuurlijk ook gewoon de urine en ontlasting opruimen uit de kattenbak. Dus nou ja, god. Ik ga in ieder geval zo eventjes lekker relaxen. Dan ga ik straks iets lekker douchen en eten. Vanavond kijk ik weer wat goed van de Meilandjes en Goede Tijden. Ik ga nog even een spelletje doen. Dan ga ik even die nieuwe foto's maken. Dat had ik al willen doen, maar toen ben ik weer zoveel andere dingen gaan doen. Maar dat komt wel goed. Dan ga ik verder met mijn Netflix-serie en daarna weer met CSI. Dan ga ik lekker naar bed mijn boek uitlezen. Dan ga ik ook gelijk alweer een nieuwe starten. Dus dat wordt verder de planning. Ik ga jullie dan ook gewoon morgen zien. De buikpijn is gelukkig inmiddels een stuk minder. Het is nog niet helemaal weg, maar het grootste gedeelte wel. Dus dat is wel heel fijn. Dus dan ga ik nu eventjes lekker relaxen met de katten op de bank. Dus ik zou bij deze gewoon zeggen tot morgen. Een hele goede middag op deze dinsdag. Het is vandaag 12 december. Ja, dat klopt. Ik ben klaargemaakt. Ik heb lekker de trui aan die ik bij de Lidl heb gekocht. Zit toch wel lekker. Gisteren had ik eventjes iets wits aangetrokken. Was ook wel een lekker truitje, maar niet super dik. Maar dat kwam omdat ik dus moest schoonmaken. En ik is nu heel bang met het gloren.
Maar ik wil even kijken hoeveel graden het nu in huis is. Want ik hoefde gisteravond dus niet te stoken. Het was gewoon 17 graden en hij ging vanzelf al naar de 18. Nu is het ook 17 graden, maar het is vandaag wel iets frisser, heb ik het idee. Ik heb gisteravond gekeken naar Goede Tijden en Wat Goed van de Meilandjes. Was wel weer leuk. Toen heb ik nog heel even een spelletje gedaan. En toen heb ik mijn blogpost geschreven, wat op zich ook prima ging. Toen wilde ik even wat boeken naar mijn USB-stickje zetten, maar mijn laptop werpt steeds dat USB-stickje eruit. Ik weet niet wat dat is, dat is heel vervelend. Dus daar kwam ik niet heel ver mee. Toen ben ik Dirty John gaan kijken, dat was even heel rommelig, want ik ging eventjes terug in het verleden en dat wist ik even niet. Dus ik had eerst even het idee, ik zit naar een hele andere serie te kijken, maar dat kwam op een gegeven moment wel goed. Daarna nog even CSI Vegas en toen ben ik lekker naar bed gegaan. Heb ik mijn boek uitgelezen. Ik ben ook alweer met een nieuwe gestart. Ik zit dus nu in de kerstboeken, dus dat is op zich wel, wel leuk. Ik ga zometeen eventjes twee video's opnemen. De boekenvideo en de video voor zaterdag. En daarna nog even diamond painten. Het eten gisteren was ook lekker. Dat was wel fijn. Ik had vorige week maandag had ik niet zo lekker gegeten. Toen was ik ook echt heel misselijk. Maar gisteravond was echt heel lekker. Want ik had die broccoli van mijn Albert Heijn was echt heel goed. En die tataartjes ook. En ik heb wel eens vlees gehad van de Albert Heijn. Maar niet heel veel. Voornamelijk de schnitzels. Die ook altijd heerlijk zijn. Alleen er ging heel veel paniermeel vanaf met bakken. Dat was een beetje jammer. Maar het was goed eten in ieder geval. Goed, ik ga even stofzuigen en dan ga ik even de lamp opzetten. Want ik denk dat het beter is. Ook omdat ik de kerstboom even aandoen. Dan ga ik video's opnemen en dan ga ik straks even diamond painten. Dus ik neem jullie weer mee. Hit 12. Hier. Joy staat erbij. Oh, dit is grappig. Het is een jelly face mask. Dus gewoon een gezichtsmaskertje van Jelly. Nou, ziet er heel leuk uit. Ik ben heel benieuwd hoe dat gaat zijn. Met hyaluronic acid en avocado extract. Dus dat ziet er wel heel lekker uit. Zo, alles is gelukt. Er staan twee video's op. Dus dat is allemaal gelukt. Ik had ook echt de lamp wel nodig nu. Want het zijn nu gewoon natuurlijk best wel donkere dagen. Dus dat is wel fijn dat je dan zo'n lamp hebt. Dan heb je in ieder geval nog wat licht. Dus ja, dat is eigenlijk allemaal wel goed gegaan. Ik ga nu zometeen eventjes lekker relaxen. Diamond Peter ging op zich trouwens ook wel lekker, maar ja, soms een beetje lastig, want het zijn best wel kleine vakjes. Dan ga ik straks in ieder geval lekker douchen en eten. Vanavond heb je gewoon Goede Tijden en ik ga gewoon kijken naar Zeeman Confronteert. Want Bureau Rotterdam is afgelopen, ze gaan nu Bureau Arnhem 1 aflevering herhalen. Nou, dat heb ik allemaal al gezien, dat hoef ik niet te zien. Ga ik nog even een spelletje doen. Dan ga ik de vlog afmaken in hoop dat dat allemaal ook een beetje vlot. Of dat ik daar weer stress van krijg. Even wat foto's bewerken. Dan ga ik verder met Dirty John en daarna weer met CSI. En dan ga ik lekker naar bed om mijn boek te lezen. En dat wordt het dan ook wel. Ik ga bij deze in ieder geval ook de vlog afsluiten. Want ik denk dat die al best wel weer lang is geworden. Ik hoop dat je het leuk vond om te zien in ieder geval. Ben je nieuw op mijn kanaal?
kun je je gratis abonneren door op het rondje met mijn gezicht te drukken of op mijn kanaal zelf. Er staat een rode button. Daarnaast staat een belletje en als je die aanklikt krijg je een melding zodra er een nieuwe video online verschijnt. En hoef je niks meer te missen. Vond je deze video leuk? Doe dan zeker even je duimpje omhoog. Ik wil je in ieder geval heel erg bedanken voor het kijken en hoop ik je bij een volgende video te mogen zien. Doeg!